Goedemorgen, Ik kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. Alleen in het westen en noordwesten is minder bewolking aanwezig. Daar kan af en toe de zon doorbreken, maar in de rest van het land is vooral bewolkt en ook grijs. Vanochtend komt plaatselijk dichte mist voor. Die mist die lost wel langzaam op. Ik denk zo rond een uur of tien dat op de meeste plaatsen de mist wel weg is. Vanmiddag nog steeds dezelfde verdeling. In het westen en noordwesten de beste papieren voor het zonneschijn. In de rest van het land veel bewolking. Aan zee kan een buitje vallen. Het wordt 7 à 8 graden. Vanavond weinig verandering. Hier en daar ontstaat alweer mist. En in de nachtelijke uren kan de mist zich uitbreiden. Temperaturen liggen dan rond 2 graden. Morgen overdag in het zuiden, in de ochtend nog heel af en toe zon. Maar daarna neemt de bewolking weer toe. Dus de bewolking houdt de overhand. In de namiddag en avond gaat het vanuit het noordwesten regenen en ook harder waaien, windkracht 6 à 7 aan zee. Zondag hoeven we ook niet op de zon te rekenen, maar dan wel hoge temperaturen, 9 tot 11 graden, lokaal misschien 12. En ook maandag halen we dubbele cijfers, maar valt er ook regen. Dinsdag gaat de temperatuur weer naar beneden en ook dan hebben we de paraplu nodig.